Goedemiddag dames en heren, jongens en meisjes. De cheerleaders van het Skechers Demo Team heten u van harte welkom aan boord van Basketball Days Vlucht 2012. Hip hop, don't stop, hip hop. De tweede editie van het internationale basketbaltoernooi, Basketball Days, is tweede kerstdag van start gegaan. In de openingswedstrijd zorgde het Nederlands team voor een geweldige verrassing. Onder leiding van de duo Worthy de Jong en Quincy Travis won het team met 96-79 van het veel sterker geachte Amerikaanse touringteam BNTA Falcons. De tijd dat een matig Amerikaan nog altijd beter was dan een goede Nederlander ligt al geruime tijd achter ons. Dat werd nog eens bewezen door de jonge Nederlandse talenten. De Jong blinkt dit seizoen al uit bij Eredivisie koploper ZZ Leiden. Hij zette die opgaande lijn tegen de Amerikanen door. Hij is razendsnel, atletisch en explosief. Hij scoorde de eerste 7 punten van Oranje en trok vervolgens zijn ploeg verder op gang, op weg naar 21 punten. Worthy, gefeliciteerd. 96-79. Dikke, makkelijke overwinning. Had je dat verwacht? Ik bedoel, we hebben talent in het team en we hebben jongens die hard willen werken. We hebben vandaag de eerste training gehad met ze en het zag er goed uit. Heel positief voor iedereen. Had ik het verwacht? Niet zo. Maar ik bedoel, alles kan en we gaan gewoon spelen. 40 minuten, dat hebben we gedaan. Je mag zeggen dat dit seizoen toch wel jouw grote doorbraak aan het worden is. En ik moet ook wel zeggen dat ik geniet van als ik jou zie spelen. Je hebt enorm veel plezier in dat spel, lijkt het wel. Je speelt om te winnen, maar het plezier straalt eraf. Zeker, ik denk dat een groot deel daarvan is ook mijn teammates. Natuurlijk de jongens met wie ik elke dag ben en train en speel. Ik denk dat hun het ook makkelijker voor me maken en dat ik daardoor ook heel veel plezier erin heb. Dit seizoen gaat het beter dan de andere seizoenen die ik in de afgelopen jaren heb gemaakt. Maar ik heb er hard voor gewerkt. Ik probeer er nog verder te komen. Ik hoop dat dit niet mijn eindhalte is. Ik heb nog een jaar bij de ZZ Leiden. En ik hoop dat ik gewoon beter word en dat ik een volgende stap kan maken in Europa of ergens anders. Voor de tweede wedstrijd stonden de New York Warriors en de Verenigde Arabische Emiraten tegenover elkaar. De Verenigde Arabische Emiraten starten overdonderend. Met het door lengtegebrek te verwachten run-and-gun spelletje verraste het de Amerikanen en nam het na het eerste kwart een verrassende 21-24 voorsprong. Maar daarna stelden de Warriors snel orde op zaken. Forward Robert Giles schoot 23 punten. De massieve center Moraquinho Williams heerste in de bucket met 21 punten en 12 rebounds. Hij werd daarbij gesteund door Alexander Machovski. Hij scoorde 15 punten en 12 rebounds. Gezamenlijk waren ze hoofdverantwoordelijk voor de verwoestende 15-33 explosie in het tweede kwart, die achteraf beslissend bleek. Bij de Verenigde Arabische Emiraten waren Rashid Alzaabi en Ali Baba de topschutters met 15 en 13 punten. Het duel tussen de toernooiwinnaar van vorig jaar, Landstede Zwolle, en Tartu University uit Estland vormde het hoogtepunt van de openingsdag van Basketball Days. In een gelijk opgaand gevecht van hoog niveau waarin beide teams beurtelings de overhand hadden, wonnen de Esten pas na verlenging met 93-88. Estland heeft een geweldige basketbaltraditie. Ooit vormde het samen met Litouwen de kern van de vermaarde Russische teams die in goud grossierden bij EK's en zelfs Olympische Spelen. Tartu is nu een van de topfavorieten voor de landstitel na vorig jaar de beker te hebben gewonnen. Desondanks leek Zwolle weer eens voor een verrassing te gaan zorgen. Voortgesleurd door de fabuleuze Tanner Smith die met 28 punten en 11 rebounds misschien wel zijn beste wedstrijd speelde in Zwolse dienst, leidde het aan het eind van de eerste helft met 40-30. Na de pauze hervonden de Baltische rechter. Met hun uitgekookte spelletje wisten ze telkens weer de open man te vinden. Een serie 3 punten werd afgewisseld met efficiënt insidespel, waardoor ze wegleken naar de winst. Maar in de wurgende, spannende slotminuten wist Landstede met sterk spel van Zach Novak, Josh McGett en Daryl Webb een verlenging af te dwingen. En daarin toonde het gelouterde Tartu de sterkste zenuwen.